inderdaad wel landelijke feiten zijn dat de motivatie van leerlingen gewoon moeilijk is. Hoe komt dat nu? En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Als kind heeft iedereen dromen. De een wil miljonair worden, de ander wil een wereldreis maken en weer een ander zit te denken aan een carrière als autocoureur. Ik wil een mooie en succesvolle toekomst tegemoet gaan. En het idee dat dat mij zal lukken als ik hard werk, houdt mij iedere dag gemotiveerd. En wie weet komt die villa boerderij met de paarden in de achtertuin er dan toch echt wel. Probeer deze leerlingen de relatie eerst en daaruit, van daaruit is de leerling gemotiveerd. En ik denk zelf dat dat de basis is, de kern is van onze leerling. Dankjewel. Ik ga weer een scholier uitnodigen, dat is Juliaan Sneltje. Juliaan, jij mag naar voren komen. En wij zijn ook benieuwd naar jouw betoog. Ik ben namelijk straks wel gelukkig als ik mijn diploma haal. Veel zesjes op staan of allemaal hoge cijfers, maar mijn einddoel is uiteindelijk het halen van mijn diploma. Dat klinkt misschien echt extreem ongemotiveerd, maar dat is het toch echt niet. En wat doet de MASH nou eigenlijk? Sommigen van jullie die wat afvragen. Het LAX vertegenwoordigt alle middelbare scholieren uit Nederland. Ik vind dat school niet meer dan 40 uur per week in beslag moet nemen van mijn tijd en mijn inzet. Eigenlijk vind ik dat je iets niet aan uren kan koppelen, maar aan kwaliteit. Het zou eigenlijk niet uit moeten maken hoeveel uur jij bijvoorbeeld is, maar hoe de kwaliteit van het onderwijs is. Ja, vorig jaar dus moesten we in de klas allerlei ondernemingen verzinnen. En ja, goed, ik zat na te denken van oké, wat kan het worden? Waar kan ik over een onderneming van maken? Want dus ik denk dat helemaal geen probleem is. Ik kan de check uitkrijgen. Drukken op het knopje stem nu en dan gaan jullie allemaal op een van onze CVO-docenten stemmen. En je moet je voornaam, je achternaam, je e-mailadres invullen. Stem, en dan moet je bevestigen per e-mail. Mensen, ik dank jullie heel erg hartelijk voor de komst. Wat heel fijn dat jullie er zijn. Heel veel plezier en we gaan jullie spreken.